Ik ben in Wenen, de stad van de barok en mooie versieringen overal waar je kijkt. Dus ik dacht vandaag laat ik je een mooie versierde lijst zien, hoe je die tekent. Je kunt zoveel soorten lijsten maken. Ik dacht vandaag laat ik je zien hoe je een ovale lijst maakt. Ik begin met, nou je verwacht het vast niet, een ovaal. En die geef ik een extra lijn. Aan de bovenkant en aan de onderkant teken ik twee krullen. En daaromheen teken ik een golflijn met allerlei verschillende krullen. Ze hoeven niet helemaal perfect symmetrisch te zijn. Die geef ik ook weer een extra lijn. Zo ziet de lijst er ook meteen weer extra versierd uit. Wat één lijntje al niet kan doen. Dan vul ik de lijst op met kleine krullen. Dan teken ik diamantjes aan de zijkant en aan de bovenkanten. En teken ik liggende hartjes aan de diamanten vast. En bij alle diamantjes doe ik dat. En ik teken ook twee kleine slangentonnetjes op de diamanten. Dan lijkt het net alsof het een strik is. En ja, hier is alles barok, dus lekker over de top. Dus ik teken ook kleine parelrandjes langs de lijsten. En dan zie je ook dat het meteen een soort juweel wordt. Dan teken ik een meisje in het lijstje. Hier kun je natuurlijk helemaal losgaan. Nee, je hoeft echt niet een meisje te tekenen. Je kunt ook je kat tekenen of iets anders waar jij gelukkig van wordt. Ik ben heel benieuwd hoe jouw baroklijst eruit ziet en wat jij in je lijst zet. Dus je weet het, je kunt ze altijd naar me opsturen. Ik zie al jullie tekeningen en ik reageer ook altijd. Dus stuur me een mailtje of het kan ook via Insta DM. En dan zie ik je morgen, dezelfde tijd.